Ja, ik wist van niks, maar voor de kleine boodschappen en pakketjes is het een super fijne winkel. Omroep Dommeland, het nieuws uit uw regio. De co-op gaat sluiten, wat vindt u ervan? Ik hoop dat we hier in Lient een supermarkt kunnen behouden. Het zou onmisbaar zijn als het verdwijnt. En in welke zin onmisbaar? Het is toch wel makkelijk om gewoon, al zijn het maar kleine boodschappen, om even hier in het dorp snel iets te kunnen halen. Ja, heel erg. Want het is echt heel makkelijk om even een klein boodschapje te doen als je iets vergeten bent en je springt op de fiets en je kan hier even iets halen. Of vandaag, wij zagen al een hele hoop lege schappen. Ja, dan moeten we wat ver rijden voor een hapje eten. Hè? Dat is een beetje jammer eigenlijk. Niet meer van deze tijd. Hè? Ja, dan moeten we toch naar Boksel toe. Voor de kleine dingetjes, zeg maar, zoals blikjes wegbrengen. En dat was de koopad wel handig. Dus het is wel jammer. Ja, ik denk vooral voor de oude mensen die niet zo mobiel zijn, is Boksel best ver weg. Ja. Als je geen auto meer bijvoorbeeld kan rijden en je bent oud, dan is het wel echt onhandig. Ja, als je moet lopen, dan is Boksel ver. Precies. Ja. Ja, ik heb een auto, hè, dat is... Dan kun je naar Boksel, maar als die mensen meer de fiets moeten, dat is wel... hè, of de voet. Die geen vervoer hebben, helemaal niet voor oudere mensen. Dat is helemaal erg. Nou, eigenlijk vind ik het niet heel fijn. Want we gaan ook af die snoep halen, dus... Ja, ik wist van niks. Maar voor de kleine boodschappen en pakketjes is het een super fijne winkel. Dus, Ja, woensdag 13 maart, 's middags, zou die officieel sluiten. Oké, okay, ja. Ja, dat is vervelend. Zeker denk ik voor de mensen die echt in Liemt wonen. Dus, Maar je woont zelf niet in Liemt? Nee, ik heb hier wel een bedrijfje in Liemt, maar ik woon niet in Liemt. Maar ik doe hier altijd mijn pakketjes en zo, dus ja, het is echt ideaal. Ik vind het niet leuk, want als je dan bijvoorbeeld iets lekkers wil halen in de avond, dan moet je helemaal naar Boksel of, ja, of je hebt niks. Dat gaat hem niet worden natuurlijk. Nee. Ja, belachelijk. Ja, moet ik eens luisteren. Liemt heeft 5000 inwoners en heel veel oudere mensen. En dan moeten die mensen naar Boksel of naar Best of zo. Nee, de winkel moet blijven. Ik ben geboren in Togen Liemde. Vroeger was de Spar. En ja, nou wil ze misschien sluiten. Ja, slaat nergens over. Ja, er is nog geen vast contract met een nieuwe. Nee. Klopt, stond het Brabant Centrum stond erin. Boons. Ja, dat moet gewoon blijven in Liemtje. En het draait denk ik wel goed. Maar wat doe je eraan als het niet blijft? Ja, misschien een handtekeningactie. Wij doen onze boodschappen graag. Bij Liemse ondernemers. En dan gaan we ook graag naar de koop hier. Wat als die gesloten wordt? Helemaal gesloten bedoel je? Helemaal gesloten. Weet ik niet. Ik heb er nog steeds goede hoop op dat ze eruit gaan komen. Dus, maar anders zijn er alternatieven? Dan zullen we Liemte uit moeten. Dan zullen we naar Boksel moeten of naar Rooi. Gewoon naar Boksel, hè? Maar daar ga ik toch al wel naartoe. Hè? Je gaat daar toch wel eens een keer naar de Aldi en de Lidl en de Albert Heijn. Het is verdomde jammer dat deze zaak hier weggaat. Ik hoor net van de kassière dat ze woensdag een vergadering hebben. Dus... Er zat een goed gevoel bij. Dus ja, ik ben heel benieuwd wat daaruit gaat komen. Oké, nou dat geeft enigszins hoop. Dat geeft enigszins de burgermoed. We kunnen er niks aan veranderen. Ja. Hè? Dus, want ik ben er niet goed in een supermarkt manager. Dus, ja, oké. Okay. Dus, ja. We zijn een beetje, we hopen dat woensdag goed nieuws komt. Sowieso voor oudere mensen is het heel belangrijk. En dan hebben ze zijn beweging om even hier naar de winkel te lopen of te fietsen. En een beetje contact met de mensen. Ik denk dat eigenlijk nog wel het belangrijkste is. Ja, sociaal. Ja, want wij allemaal kunnen gewoon in Boksel of weet ik waar naartoe. Maar oudere mensen die even een wandelingetje maakt, daar vind ik het belangrijkste voor. Ja. Laten we hopen dat er een opvolger komt. Zeker, ja, zeker. Dat moet eigenlijk gewoon gebeuren. Dus alle mensen met geld hierin investeren. Oké, dank je.